Welkom bij wereld 3 van Mario vs. Donkey Kong, de vlamvulkaan. We beginnen met level 1. En zoals ik in mijn vorige video heb verteld, die ik net heb opgenomen en die al wat langer online staat ondertussen, is dat ik... Wat gebeurt daar? Volgens mij niks bijzonders, maar het zag er spectaculair uit. Maar is dat ik dus een week ziek ben geweest en een week geen video's heb kunnen opnemen. Helaas, maar we zijn weer helemaal... Oh, we zijn weer helemaal terug. Ja, kijk, hier is de sleutel. Hots, vlots. Zo, en dan gaan we hier omhoog, denk ik. Ja, en dan komt straks het andere platform omhoog. En dan kunnen we de sleutel in het slot gooien. Dus even kijken hoor. Kijk, ja, daar komt er een. Hotsiek idee. Ja, nice. Maar waar ik dus achter kwam, is dat er best wel wat stof op mijn toetsenbord lag. Omdat ik dus een week lang niet heb op kunnen nemen. Ik ging even op onderzoek uit wat nou stof eigenlijk precies is. En ik kwam tot behoorlijk gekke conclusies eigenlijk, moet ik wel zeggen. Ik ga jullie er zo in meenemen. Ik ga gewoon een stukje voor in deze straks. Dus even kijken hoor. Deze guy springt zo omhoog, ja. Dan wil ik eigenlijk gewoon, denk ik, via dit platform nu zo. Dan gaan we hier omhoog, zo, ja. Zo, ja, cadeautje, denk ik. Oh, ik moet er één meenemen, denk ik. Ja, 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 ik moet er één meenemen. Kan ik hem niet meenemen? Oké, dan moet ik dit dan... Oh, zo, oh, ja, lekker. Met een backflip natuurlijk. Oké, daar is er nog één. Ik wil backflippen. Zo, hoppakee. Lekker, man. Nice. Oh, trouwens, vergeet nooit om deze video's te liken en te abonneren. Maar vooral liken vindt YouTube heel belangrijk, want dan zien veel meer mensen mijn video's. En dan komen we misschien binnenkort bij die 100.000 abonnees. Maar er stof bestaat dus uit pollen, natuurlijke aarde en fijnstof. Huisstofmijt kan het doen. Huidschilfers van huisdieren. Menselijke huidschilfers. Dat is al smerig. Voedselresten. Ja, dat zie je wel vaker op een toetsenbord. Bij mij valt het mee, moet ik zeggen. Kijk maar, ik zie geen eten. Maar toen kwam echt iets waar ik van schrok. We starten even met level 2 daarvoor. Iets anders wat stof kan zijn, zijn insecten en uitwerpselen. Ja, gadverdamme. Lichaamsdelen en uitwerpselen van insecten. Met name, jongens, niet schrikken, maar met name die van kakkerlakken. Ja, ja, top idee wel. Even kijken of ik hier overheen kan springen, zo. Is er nog een cadeautje ergens die ik moet pakken? Volgens mij is hier geen cadeautje, nee. Maar poep van kakkerlakken, dat kan dus stof zijn. Die komen zeer vaak voor in stofstaten zelfs. Mocht je allergisch zijn voor kakkerlakken uitwerpselen... Wacht even hoor. Dan kan het zo zijn dat het aanwezige stof in de woning die allergie verergert. Het is maar dat je het weet, hè? Het is maar dat je het weet. Ja, sorry dat ik hier opkwam. Maar ik ben dat gewoon even op gaan zoeken. En toen zag ik dat. Ja, ik kan er ook niks anders van maken. Ik kan er niks beters van maken. Het is wat het is. Soms is stof gewoon poep. Ja, dat is hoe het is. Oké, ik moet hier naar beneden. Zo, hier overheen. Ja, en doorspringen. En nog een keer doorspringen. Zo, alle cadeautjes zijn weer binnen. De kakkelaken zijn het huis uit. En we hebben de volgende Mario speelgoed. Door naar level 3. Als je nou denkt van, ja shit, nu moet ik alle stof uit mijn huis verwijderen. Dat is onmogelijk. Je kan niet alle stof uit je huis verwijderen. Dat is onmogelijk. Dat hoef je ook dus niet te gaan proberen. Ja, je mag het proberen, maar ik denk niet dat het succes gaat opleveren. Alle stof verwijderen is praktisch onmogelijk. Zo, jij mag even naar beneden. Jou heb ik niet meer nodig. Oké, ik moet denk ik... deze kant op, zo. En dan via de trampoline, ja, oké. Dat is een pittig leveltje hoor, dit. Hier moeten we even goed opletten wat hier allemaal nou gaat gebeuren. Dan moeten we via die Ninjago's moeten we lekker hier naar boven. Wat is die vlots? Zo, ga ik even denken. Oh, nee, niet vallen naar beneden. Gewoon even zo pakken, ja, ja, ja. Sleutel pakken. Cool. Ninjago 1, Ninjago 2 en hartstikke idee. Lekker. Nu ben ik wel benieuwd, hè? Denken jullie dat stof vooral van binnens... Haal ik dit? Ja, oké. Okay. Van binnenshuis komt of van buitenshuis? Ik laat gewoon even een momentje, zodat je dat even in de comments kan typen. Wordt dat nou veroorzaakt van binnen of van buiten? Ik ben benieuwd wat jullie denken. Nou, ik zal het antwoord geven. De meeste stof komt dus van buiten. 60% van de stof die komt gewoon van buiten. Ja, dat leer je allemaal gewoon hier, hè? Op dit kanaal. Ja, tegenwoordig doen we dat gewoon. Wat is de vlots? Oké, okay. Dit waren de cadeautjes, ja? Oh, en dan ben ik er al. Easy. Ja, joh. Dat was helemaal niet zo moeilijk. Ik dacht dat het moeilijk wel was. We gaan door naar level 4. Maar het ding is dat het dus ook gezonder is om eigenlijk niet met je schoenen... Oh, jeetje. Er stond opeens zo'n vlammenpop voor mijn neus. En niet met je schoenen in huis te lopen. Dat is een tip die ik je kan geven. Die staat hier gewoon op internet. Die heb ik niet zelf verzonnen. Maar op die manier kan je de stof dus drastisch verminderen, blijkbaar. Ik vind het ook gewoon smerig, want misschien heb je wel in de poep gestaan of zo. En dan heb je... Dat is toch goor, jongens. Oh, wacht. Dit moet ik wel doen. Dan kan ik zo.
Dacht ik, maar dat werkt blijkbaar niet. Dus ik moet nu gewoon via rood naar beneden en dan dit rondje zo maken, denk ik. Ja. Kan ik hier gewoon doorheen springen, hoop ik? Ja, dat kan ook. Zo, en dan gaan we zo naar boven. Zo, lekker. Nee, maar serieus, je weet niet waar jouw schoen altijd in heeft gestaan. Het hoeft misschien niet eens poep te zijn, maar het kan ook allerlei andere vies dingen zijn geweest. Dan neem je dat gewoon mee naar huis. Ja, ik vind dat een beetje vies. Wat ziek idee. Ik kon gewoon op hem springen terwijl hij op zijn kop ligt. Dat was wel grappig. Ik kan hem gewoon even daar opgooien. Heb ik even geen last. Nee, joh. Ik dacht dat ik op zijn hoofd sprong. Oké, de laatste cadeau zit hieronder. Ik was bijna weer aan het falen, maar gelukkig heb ik hem te pakken. We gaan door naar level 5. Hallo, Donkey Wonky Bonky. Eens even koekeloeren. Ja, we gaan dit uppie wel even pakken. Ik weet niet per se of het nodig was, maar... Oké, dus het is wel nodig, denk ik, om de sleutel hier te pakken. Eerst maar eens even voor het cadeautje gaan straks. Ik ben traag, jongens. Ik ben traag. Net als Busy ben ik veel te traag. Oké, we gaan hier naar beneden. Sleutel pakken. Ja, zie je, ik moet wel opschieten, want de lava die komt er gewoon aan. Oké, ik wou nu heel snel. Kijk. Ik denk dat we echt serieus te langzaam gaan. Of niet? Nee, valt wel mee. Als ik deze jump maak... Ja, want er is toch maar één cadeautje hier in dit level. Oh, wat is dat voor... Oh, dat is een vogel. Daar komen die gekke vogels uit. Oké, pak het cadeautje. Ja. Dan gaan we omhoog. Oké, gaan we hier omhoog. Zo. Even het... Zo, jeetje, man. Daar is het andere cadeautje. Die gaan we pakken. Ja, kijk, dan zijn we er al, hoor. Dan zijn we er gewoon al. Hoppakee. Easy leveltje. Appa. Volgende speelgoedje. Weer de gouden ster. En door naar level 6. In deze vlamvulkaan. Wow. Wat gebeurt er? Gaat het lava nu naar beneden? Oh ja, kijk. Maar misschien komt hij straks dan weer omhoog. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Oh, of misschien hoeven we daar niet bang voor te zijn? I don't know. Gaat het naar beneden? Ja, cool. Kijk, we gaan weer naar beneden. Moet ik waarschijnlijk straks de rode knop indrukken. Zullen we het gewoon doen? Ja, cool. Kunnen we daar de sleutel pakken? Maar ik moet nog wel een cadeautje ook meepakken. Dus we gaan die blauwe knop toch weer indrukken. Zo. Zo. Oké, dit gaat soepel. Dit gaat soepel, jongens. We moeten weer naar boven. Was de deur boven? Ik ben het vergeten. Ja, de deur was boven, denk ik. Oeh, we zijn net op tijd. De lava kwam eraan, hè? Hoppa! Stond ik beneden te wachten, daar moest ik weer terug naar boven. Oké, we hebben hier... Oeh, we hebben hier vuurmannen, wou ik zeggen. En een vulkaanman. Zo. Oh, nee! Ik ben gevallen. Kom op, Mario. Oké, we hebben hem. En naar boven. Door. Hier naartoe. Deze pakken. Even kijken hoor. Ik denk dat het cadeautje weer beneden is, hè? Yo, pakken, vriend. Wat een idee. Wegwezen. Cadeautje is inderdaad daar. Oké. En jump. En jump. En ja, bol te pakken. Hoppa. Levels worden wel ietsje moeilijker. Zijn nog niet super moeilijk, maar wel leuk. En we mogen weer door. Of we gaan uppies halen. Altijd leuk om uppies te halen. Waarschijnlijk met een hoop kettingen, denk ik nu. Oh nee, oké. Ook grappig. Ik heb voor mijn gevoel weinig tijd. Oké, deze hebben we. Ja, gaan we hier naartoe. Bam. Kom maar met de sleutel. Kom maar met die sleutel. Mevrouw sleutel. Ik ga je pakken. Ja, lekker. We got him. We hebben de sleutel te pakken. En goed op tijd. Netjes. 6 secondjes over. Wat ziek idee. Oeh, bijna 40 levens. Mini Mario level. Daar zijn ze weer, de toads. Let's go, little guys. Nou, little guys, zou ik dan eventjes deze knopje indrukken? En voordat jullie, anders gaat het niet goed. Dan gaan jullie kapotje, denk ik. Ja. Dan gaan we nog niet naar de kist. We gaan eerst hier naar boven. Gaan we allemaal naar boven. Dan moet ik denk ik hier overheen springen. Ik kan er ook gewoon langs lopen waarschijnlijk. Maar goed. Ja, zijn jullie er allemaal? Ik weet niet of dit de bedoeling is. Ja, we hebben alles. Oké, dan moeten we nu... Het gaat niet goed. Ik moet ergens nog een knop indrukken. Je moet denk ik de blauwe knop hebben ergens, toch? Oké, komen jullie allemaal? Kom maar hier. Ja, blauwe knop. Dan denk ik... Kom maar hier. Maten. Ze luisteren niet naar mij. Zitten jullie naar mij te roepen, maten? Nu is mijn tijd om. Waarom springen jullie niet gewoon naar beneden? Flapdrolletjes. Hier beneden is ook een blauwe knop. Oké, goed om te weten. Man. Zitten jullie even mij een beetje te roepen? Je kunt toch gewoon naar beneden lopen, joh? Wat is je probleem nou? Gekke mannetjes. Zit mij een beetje in de maling te nemen daar. Kom maar naar boven. Druk ik de rode knop in, hier. Zo, kunnen jullie die pakken? Ga maar naar beneden. Ga maar nog verder naar beneden met z'n allen.
Oké, okay, cool. Blijf beneden. Ja, Mario, blijf lekker beneden met z'n allen. Ik doe die blauwe knop voor jullie indrukken. Dat is de bedoeling. Hier ben ik. Kom, op de trap. Waarom kunnen jullie niet op de trap? Ik word lijf van deze mannetjes. Kom maar mee. Hier heb ik weer de gele knop. Potverdorie. Heb ik hier nu de blauwe knop? Nee, op maat! Oké, we gaan opnieuw. Mijn minions doen niet wat ik wil. Ja. Wacht, wacht. En dan nu blauw? Ja. Maten, we zijn er. Ga maar in de box. Hé, eindelijk. Daar is die weer. De Uberkong, de Uberaap. Wat gaat er gebeuren? Wat moet ik doen? Ik heb geen wapens of zo. Oké, hij komt met kisten. Moet ik dan die kisten... Ja, die kisten kan ik dan pakken zo. En dan kan ik die zo... Wat? Oh, op zijn hoofd gooien wou ik zeggen. Als hij tenminste niet zo gekke vuurbal gooit. Maat. Oh my god! Zag je hoe hij dat ding boven mijn hoofd gooien als ik onder hem sta? Hop, ziek idee. 1-0 voor mij, maat. Oké, daar komt weer een ton aan. Kijk, maar die valt dus weg. Hoe zit dat? Oh, dankjewel. Ik denk dat jij nu... Nee. Ik dacht dat jij de andere kant zou gaan gooien. Maar maakt niet uit. Oh, nee. Oké, jij gaat die kant. Dan ga ik deze kant. Hier. Wat is de vlot. 2-0. Ik wil die ton. Ja, lekker. Oké, jij gooit nu naar rechts. Dan ga ik nu ook naar die kant. Ja. Wat is het idee? 3-0. Oké. Nog één. Dankjewel. Waar ga je gooien? Jij gaat die kant. Oké, dan ben ik weer hier. Ja, man. Easy. Oké, maar je had me wel even te pakken toen je een ton recht naar beneden op mijn bakkers gooide. Moet ik wel toegeven. Maar we hebben het gefixt. En we hebben weer de perfecte score. Lekker, man. De vlamvulkaan ook weer voltooid. En terwijl Donkey Kong doorrent naar Miniland, vraag ik jou om je duimpje omhoog te doen. Te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt en van Nintendo houdt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!